San Siro is op het ogenblik helemaal van ons. Nadat Feyenoord in de eerste ronde makkelijk wist te winnen van Reykjavik, wachtte in de tweede ronde regerend kampioen AC Milan. Een droomloting voor Feyenoord. Al werd er vooraf geen cent gegeven voor de kansen tegen de Italiaanse grootmacht. Vandaag kijken we met keeper Eddy Treitel naar de eerste wedstrijd in Milaan die met 1-0 werd verloren. Nou ben ik, ja. Ze kwamen net terug uit Zuid-Amerika tegen Boca Juniors, geloof ik, hadden ze gespeeld en hadden ook de wereldbeker gewonnen. Ja. En met het in ons achterhoofd ook dat Ajax het 4-1 klop gehad had. Dus Happel die zei van, nou, we nemen een lange aanloop daar naartoe en we zijn al zondags weggegaan. Hij wilde dat wij Milaan zagen spelen in het San Siro stadion en gelijk de sfeer daar proefden. Dus omdat wij op Europees gebied natuurlijk weinig ervaring hadden. Zit. Oh ja, Lodetti. Onhoudbaar. Ja. Hoe voelde die 1-0 nederlaag daar destijds? Als een beetje als een overwinning eigenlijk. We hadden natuurlijk in ons achterhoofd van joh, Ajax is met 4-1 weggespeeld en wat dan ook. En wij hadden de wedstrijd eigenlijk onder controle. Dus wij eigenlijk waren heel tevreden met die 1-0 nederlaag. Zie je dat we totaal niet onder druk stonden of hè? Wij controleerden de wedstrijd heel goed, ze kwamen moeilijk in de spel. Vooral dat middenveld met Verhaligem en wat dan ook, die doseerden alles. En wij hadden het heft eigenlijk in handen. Dus hun kwamen eigenlijk heel, heel moeilijk tot voetballen toe. Vond ik echt zoveel spectaculaire reddingen heb ik daar helemaal niet hoeven te doen. Ik heb het echt niet zo gigantisch druk gehad. Israël juicht. Je ziet het, hè? We zagen het als een soort overwinning. Hè? Dat denken we van, hè? We zijn niet weggespeeld daar zo. De kranten in Italië waren ook lyrisch over Feyenoord. Ja, die Italianen dachten, joh, we zullen Feyenoord ons wel niet druk maken, want in Rotterdam houden we de boel onder controle en we gaan gewoon naar de volgende ronde toe.